De route Veilen. 25 kilometer en circa 700 overmeter. Als je deze route hebt gereden en de laatste vetafdaling hebt gedaan, dan verdien je koffie en lekker gebak. En vandaag gaan we het parcours van Gulpen rijden. Ongeveer 26 kilometer en circa 600 hoogtemeters. Moeie ogen. Moet even koffie hebben. Giet op, koffie is niet dit. Niet beginnen, eerst proosten. Mm. Proost. En gefeliciteerd met je verjaardag, Hilke. Ja, dankjewel, dit is een verjaardagsuitje. Ja, even de felicitatie in de comments. En Iels, dan moet jij wel even alles iedereen bedanken, hè? Oh, ik ga alles in de gaten houden. Oh, vandaag en morgen lekker dagje weg. We gaan naar Limburg, naar de Gulpen- en Veilenroute. En jullie mogen gezellig met Iels en mij mee. Start die engine. Oh, kijk. Wat is dat? Dat is het nieuwe parcours. IJsselstein, Nieuwegein. Vrij recent opnieuw een upgrade gehad. Oh, wat grappig. Gaat hier naar het vetstation weer. Ja, ik ben wel toe aan een stukje beweging. Ik ben echt helemaal duf van het autorijden. Hé, maar aan, we gaan beginnen bij Veilen. Nou ja, het maakt niet uit, want we gaan Veilen en Gulpen doen. Ja. Maar ze hebben alle twee, als je het even over beweging hebt, goede hoogtemeters. Ja, iets van 600, 700 hoogtemeters. Tegen de 700 aan, ja. Hollandse luchten in Limburg. Ja, hopelijk zonder regen. En die regen, het zijn geen regenwolken, niet. Ja, die gaan die waaien over, die gaan naar Duitsland. Ja. Kijk, dit ja, willen we, dit landschap. Die komen naar Veilen. Een hele grote berg. De Kamering, hele grote berg. Oh, dit is ook hier, Vaalse berg. Een hele grote berg. 322 meter. Hele grote berg. We gaan vooral hele grote bergen zien. Ja, nou ja, goed. We zijn natuurlijk niet gekomen voor het polderlandschap hier. Nee, voor hele grote bergen. Maar met name vette afdalingen. Echt, nu ga je echt mountainbiken zien en voelen wat dat is. Het begint wel te miseren, maar daar hebben we rekening mee gehouden. Slecht weer bestaat niet, zeggen ze altijd, hè? Nee, tussen de slecht kleden, dat bestaat. Dat zeker. En tussen de regeldruppels doorfietsen, dat helpt ook. Oké, okay, die techniek moet je mij nog maar aanleren. We weten niet wat het weer gaat doen. Het is momenteel erg zonnig, maar net nog wel koud en regendruk. Toen was het wel 4 graden. Dus van alle dingen, allemaal soorten kleding hebben we mee. De route Veilen. 25 kilometer en circa 700 hoogtemeters. De eerste, nou 1,5 kilometer, die hebben we erop zitten. Omhoog. Omhoog. En straks weer naar beneden. Je ziet wat een mountainbike routes zijn hier en ook super goed aangegeven. Wij volgen dus nu de groene route, het mountainbike Valhalla hier. Ja, heel mooi. Wel mooi terecht, hè? Hey, mooie sproeten. Dus ze gaan ook wel glad zijn met de stenen. Oh ja, en vergeet niet te genieten. Moet je kijken. Wee. Ja, dit is aanpoten. Feestelijk uitje. Je zal wel jarig zijn vandaag. Het is glad. De keien zijn nat. Het is blubberig. Wat kan helpen is je bandenspanning dan even wat naar beneden voeren. Het is wel lekker dat ik vandaag een barstartje voorrijd voor wat extra grip. Joh, nou is het weer heel fris. En blij dat we echt laagjes hebben. Snel wat uit, snel wat aan. Woehoe, lekker!
Mijn Jezus, barmhartigheid. Stiltegebied, Jules. Niet te hard hijgen. Ja, hoog. Heel hoog. Heel hoog. Nee, 29 jaar lang. Hoog. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Oh, hij valt mee. Naar het einde. We kijken uiteindelijk wel richting Maastricht, maar... Ja, dan staan we hier op de kruising met de Groeneweg met de Pannisbergweg. En dan zien we in de verte inderdaad 1, 2, 3, tal, nou ja, bergen, heuvels, Nederlandse bergen. En ja, dan is het vraag, welke bergen zijn dit? En we hebben al even gekeken op telefoon. Maar als je dat weet, laat het even weten in de comments. Nu moeten we het even met een, aan een Maastricht-kenner vragen. Ik denk dat we richting Maastricht... We kijken in ieder geval in de richting van Maastricht... Maar of die bergen die je nou ziet, of dat Maastricht is, zeg maar. De Sint-Pietersberg en zo. Ja, weet ik niet. Nou, mij niet bellen. Oh, dit is wel heftig, ja. Zo zie je altijd prachtig strak, kijk keihard. Jeetje, wat een tegenstelling, Niels. Dit is toch wel heel erg lekker. Het wordt ook weer warm. Het is koud in die bossen, hè? Ik dacht, nou, die modder en die kou, ik ben er wel klaar mee. Maar nu denk je gelijk weer al wauw. Ja. Ja, het is wel erg modderig momenteel. Ja, nou. Maar kijk eens. Ja, dit is lekker. De beste ervaring zo de eerste keer. Het is op zich een hele mooie route, maar ja, normaal inderdaad alles daar waar het modderig is natuurlijk goed te rijden. Heel Nederlands modderig. Nu. Heel Nederlands modderig. Maar echt, nou ja, nu even plekje in de zon. Dat is toch wel lekker, uit het windje. Heel even opladen gaan we. Heel even opladen, de laatste 2-3 kilometers. Elk millimetertje afdalen zegt ze, ja, dit is de laatste afdaling. Oh, toch weer een bergje op. Toch nog een keer. Kijk, hier kan je aardbeien drinken halen. We zijn nu op het einde. Als jij vragen hebt, kom maar door. Ilse, jij hebt een vraag. Zou ze ons nou nog in dat hotel straks willen hebben? Oh ja, misschien moeten we daar iets aan doen. En ik denk de fietsen ook. Misschien moeten we toch straks even... Ja, maar je kan niet zo aankomen. Nou, dan leg ik ze in de auto. Er is overal een oplossing voor. Maar kijk wat er aankomt. Dit is voor ons. Wafels. Goedemorgen. Ik ben Tim. Dit hebben we echt verdiend. Wingberger Hoeve. Nou, aanradertje, als je deze route hebt gereden en de laatste vetafdaling hebt gedaan, dan verdien je koffie en lekker gebak. Ha! Hoge berg hier. Hoge berg. Laatste klim, hè? Laatste klim. Ja, nu mag ik het. Jij bent inmiddels verschoon. Ik heb in mijn toilet hier eventjes aan het gewassen. Hoe vond je deze route?
Het is heel anders dan de Utrechtse Heuvelrug of een Schorrel. Het is echt heel erg mooi, prachtig Zuid-Limburg. En ik vind dat klimmen helemaal niet erg hier. We hebben beduidend meer hoogtemeters gemaakt dan in Schorrel. Ja. Dat klimmen hier is helemaal niet erg, want het is steil en je kijkt een beetje om je heen. Dat is prima. Alleen dan die modder is natuurlijk niet leuk. Nee, ja, nee, dat vind ik ook. Het is hier door heel Nederland momenteel modderig. Ja. Maar echt hier, dat voorop het einde vond ik dat wel jammer. Want ik weet hoe tof het einde eigenlijk is van deze route. En hij was nu verschrikkelijk modderig. Maar desalniettemin heb ik heerlijk gefietst. We hebben echt massa gehad met weer. Nu schijnt de zon weer. Maar we hebben ook hagel gehad. Eén hagel bij, maar dat was het eigenlijk. Ja, dus maar ik wil toch even de fietsen afspuiten. Want ze zijn toch echt veel viezer dan ik had gewild. Ja, zo kunnen we niet aankomen bij het hotel. Nee. We zijn niet de enige. Ik heb in de rug gedaan, leuk. Ja, maar het is niet altijd helemaal goed, hè, die hoge rug. Nee, maar kijk, ik doe niet extra. Ik doe gewoon een zacht straal. Ja. Nou, nu jouw het. Duidelijk jouw roem. Duidelijk mijn roem. Ja, of mijn roem, want ik ben ook altijd geel, hè. Ja, dat is zo. Ja, jouw kratje past er ook mooi. Ja, mijn voormaakkrat. Maar niks voor elkaar, hè. Nou, echt prachtig. En we hebben onze fietsen kunnen lekker opbergen. Die staan veilig. Ja, echt. We waren echt super gastvrij ontvangen. Echt. Oh, dit is een mooie tapdeuren. Leuk zo'n fietsbroek aan de kraan. Oh ja, charmant. En, hoe leuk is dit? Midden in het centrum van Gulpen. Hey, Iels? Bier, hè? Gulpen naar bier. Juist. Een kastbrankje duurt ook even. Lekker. Ja. Aan de kamertjes ook? Ja. Oeh, echt, dit is typisch Limburgs. Lekker. Is smakelijk. Wat hebben we lekker op het terras gezeten. Oh, we hadden nog niet gedoucht. Dat gaan we nu doen. Waar we tijdens de rit al over droomden. Ja, en hier in het centrum van Gulpen, daar stoppen we nu ook voor vandaag. En we zeggen jullie gedag. Morgen weer wat moois. Morgen weer wat moois. Doei! Op naar het ontbijt. Nou, dat is lekker. Hartstikke leuk uitzicht, maar ja, het is de Gulpenberg, hè? Ja, zijn de benen lekker warm. Leuke wijn. En vandaag zijn we in Gulpen. Een heerlijke overnachting gehad. En vandaag gaan we het parcours van Gulpen rijden. Ongeveer 26 kilometer en circa 600 hoogtemeters. De eerste twee fikse klimmen, de Gulpenberg, die hebben we er al op zitten. Maar ja, dan heb je ook wel dit prachtige uitzicht. Ida Buurmijn heeft het wel eens met de broer Gerrit erover gehad. Dat zou mooi zijn, zeg, als ergens langs de route van de Amstel Gold Race een gedenksteen komt te staan voor Jean Nelissen. De Gulpenberg met het wijdse uitzicht lijkt daar een mooie plek. Ja, prachtig. Kijk, Hiels, dat is de Gulpenberg. Vakantiehuisje. Zijn we helemaal over die rug gegaan. Daar het bos ingeschoten. Zo. Dal door. En hier afgestoken. Ja. Pittig, hè, na gisteren. Ja, en twee van die gulpende biertjes. Twee van die gulpende biertjes. Nou ja, drank mag je nooit altijd de schuld geven. Maar het is wel zo. Gisteren hadden we een heel zwaar parcours. Nou ja, nu dan een halve. Gulpen. Weet je, het moet ook mooi blijven. We moeten ook nog 2,5 uur terugrijden.
Het kan te gek ook. Leuk hè, zo naar Gulpen, Jules? Heerlijk. Heerlijk. Gulpen ligt in de dal. Maar je ziet, ik kan mooi afkorten de route. Beetje patatjes pieken. Belasting betalen, hè? Mm-hmm. Iets van huis uit. Maar jij hebt wel echt het Limburgse... Soervlees? Soervlees, ja. En in België. Hoe spreek je het uit? Ja, ik ben niet... Dat moet je aan mijn man vragen. Soervlees, zeggen we op Zoerlands. We zijn onwijs goed geslaagd. Niet met lege handen naar huis. Oh, inmiddels is de zon gaan schijnen en eigenlijk is de jas super overbodig. Maar nadat we heerlijk hebben geluncht, zijn we nog even wezen shoppen. Asperges, krielaardappeltjes. Flooi. Uiteraard Flooi, die gaan mee naar huis. Het is mooi geweest voor deze week. We zien jullie later weer. Doei! On wheels.